We doen hier een roadtrip door Florida. En we hebben die roadtrip eigenlijk al een keer gedaan. In 2001 heeft Davinia en ik, dus haar mama en papa, dus ik en mijn vrouw, alleen wat ik wilde hebben. Dus dat was onze huwelijksreis in 2001. En dat staat eigenlijk beschreven als de slechtste reis ooit. En nu nemen ze ons mee. Jij, toppie! En dan zeiden we van, weet je wat, we gaan ze een keer meenemen op onze slechtste reis ooit. Nee, we willen Florida nog een keer een kans geven. Maar eigenlijk in 2001 was Florida nog niet... Allee, was, de internet was nog niet echt zo populair. Kon niet veel opzoeken. Alle hotels lagen verkeerd. We hebben niet anders gedaan of McDonald's gegeten. We hadden nog niet veel ervaring met reizen. En we zijn van... Eigenlijk is Florida misschien beter of in onze gedachten. Dus we gaan dat nog een keer proberen met de kids. Dus we gaan zien of dat hier gaat beter zijn deze keer. Oh, sorry. Het is nog maar 6 uur en we zijn al wakker. We gaan eerst naar de Walmart, achter water, melk, ontbijt, een beetje van alles zo dat we nodig hebben. Ja. Dus en de Walmart is hier open van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. En gisteren was het te laat om... 11 uur 8. Ja, dus ja, we moeten nu eerst naar de Walmart. Let's go! Our roadtrip is starting now! Een beetje te vroeg waarschijnlijk. Voor die grote taas. Oké. Veel te veel eigenlijk. We hebben honger, dus we zien veel te veel. Ik vind dat eigenlijk altijd leuk. Zo ben gaan in het supermarkt en andere winkels. En zeker in Amerika. Dat is hier die Walmart, dat kan dat een beetje vergelijken met de Auchan in Frankrijk. Maar we gaan daar eigenlijk nooit. Maar een winkel. Maar die verpakkingen zijn altijd zo huge. Zo, ja, en alles is zo anders. Diet, of moet je Pepsi sugar? Zero sugar. Ja, dat is allemaal blikjes. Ah, blikjes, oké. Okay, hier. Pepsi. Ja, we gaan eerst... Ik vind dat altijd de max. Maar die verpakkingen hier zijn echt niet normaal. Altijd mega, mega, mega grote bedonnen. Hier. Kijk, hier. Dus je hebt drank. Je hebt drank. Dat zijn drankflessen. Ja. Kijk daar. Daar, hoe groot dan die drankflessen zijn. Wat? Frisdrank, waar? Frisdrank, ja, dat zijn ook wel grote flessen. Zeg maar, kijk hoe groot dan die flessen zijn. Ja, maar goed, ik vind altijd, de vakantie is eigenlijk echt wel begonnen. Ik vind dat altijd de max. We hebben boter nodig. Boter. Boterke. Alleen de zeekant is al de hand. Een boterke. Cool. Ah. Smakelijk, hè? Dank u wel. Bedankt. En ons mooi keukentje. Would this be the way to make coffee? Oh, I guess. Na een goed ontbijt zijn we klaar voor een volle dag in Miami. Onze eerste stop is Wynwood. In de jaren 80 en 90 moesten veel fabrieken en bedrijven hun deuren sluiten in deze wijk. De panden bleven verwaarloosd achter. De jaren daarna kampte deze wijk met criminaliteit en armoede. In de beginjaren 2000 was er een groep van zelfstandigen en artiesten die wel wat zagen in deze verlaten wijk en veranderde deze gebouwen in creatieve ruimtes, kunsthalerijen en studio's. De Wynwood Art District was geboren en deze wijk werd een hemel voor street art en graffiti. Day one.
derecha, dale bien pa'cha. Yo quiero que tú bailes, dale sin parar. Todo mundo, hey, quiero vacilar. Shake it, and I'll throw it right back. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Let's tell them I was just chilling with my homies. Now that we're popping, everybody is talking. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones. Day ones. This is for my day ones. Don't forget the ones that made ya. Deep south sweating out flavor. This is for my day ones. Day ones. Showed up day one before the glow up. Don't need to ask for them show love. Don't need to ask for them show love. Show love. Je kunt hier blijven lopen en blijven straten inslaan. Ik had een plannetje, maar ieder straatje dat je zegt, we gaan een keer doorgaan. En we gaan een keer terugkeren. En we gaan een keer... Het is overal toffe street art. Echt overal, hè? Ja. Maar het is ook overal heel warm. Niet warm. Heet. Pictures en ice cream. Wauw. Dus hier in de Winewood Walls, dat is een apart stukje. Ik wil toch dat dat hier is. Woo! I like. Dat is wel passend bij jou. Ja, in de barber. Wat om hier in te gaan, dus alle but. Andere... In... Wat? Wat? Maar om hier in te gaan in de Winewood Walls moet je wel entree betalen. Het is €12 voor de volwassenen en €5 voor studenten. En onder de 12 was het ook min. Ook 5 denk ik. Ook 5. Dus, maar iedere keer de muren hier veranderen van tekening om de zoveel maanden. Dus als je het ziet op internet, dan zeg je, oh ja, ik wil dat zien, want ik had die gezien van Yoda, Star Wars. Maar en die, maar ik weet niet als... Ja, maar goed, het kan zijn dat je hem niet meer ziet, omdat dat al veranderd is. Maar het is hier echt aan een hele coole vibe hier in Winewood. Dus ik ben niet aan groot steen. Ik ben echt niet aan steen. Miami so far. Goed, hè?
warm. Is het warm? Nee. Nee? Even iets drinken om naar het volgende te gaan. Nee? Ja. Het is hier wel cool. Dus wanneer dat de Cubaan tijdens het regime van Fidel Castro, dus Cuba, hadden ontvlucht, zijn ze allemaal zo'n klein beetje samengehokt in het westen van het centrum van Miami. En dat is dan heel snel Little Havana genoemd. Havana is de hoofdstad van Cuba. En de 8th Street, dus alle straten hier in Amerika, noemen 8th Street of 8th Avenue of 1 Avenue of 5th Avenue. Dus een 8th Street, dus ze hebben dat genaamd, dus veranderd van naam in het Spaans of in het Cubaans, Calle Ocho. Ja, dit is nu de Calle Ocho dat we nu gaan doen. Dus hier kun je de sigaren dat ze oprollen. Leuke winkeltjes, leuke restaurantjes allemaal in het teken van Cuba. Er staan ook overal zo van die hanen die allemaal getekend zijn in verschillende ja, thema's. En we gaan hier een keer op en af hier die straat aflopen en een keer zien wat dat hier is. En er staan hier ook sterren op de grond. Kijk, overal sterren. Zoals dat je in L.A. hebt, hebben we dat al een keer gezien, he? In L.A. En dat is allemaal van de ja, Latijnse en Cubaanse sterren. Dus acteurs en zangers en noem maar op. Dus veel gaan we er daar niet van kennen. Maar Roberto Torres, dat is een zangeres. Orfee zegt, moet ik die man kennen? Julio Iglesias. Ja. De kinderen die kijken of de jonge gasten die kijken, ja, nee, dat ga je niet kennen. Maar de oudere mensen, dat kan je wel. Julio Iglesias, maar je kent wel de zoon. Enrique Iglesias. En ze wonen hier, denk ik. Ja. De vorige keer dat we hier waren, in 2001. Ja. Heb je hem gezien? Nee, hebben we zijn huis gezien. We hebben echt wel honger nu. Ik ben nog een klein beetje proberen te wachten, maar we hebben honger. Dus we gaan hier in hoe noem je dat? Calle Ocho. Calle Ocho E. Dus in El Pub. Dus een beetje ja, Cubaans, maar ze hebben ook gewone dingen. Dus wanneer ik kijk om iets kleins te eten en dan vanavond kunnen we nog iets anders eten. Hey? Ja. Bon appetit, hey. Bon appetit. In dezelfde straat vind je ook een monument die als symbool staat voor de kracht van de Cubanen die gevochten hebben tijdens de mislukte invasie van de Varkensbaai in 1961. Dit monument is een herinnering aan alle helden, mannen en vrouwen, die alles hebben geriskeerd voor vrijheid en democratie. Er staat ook een standbeeld van een jonge soldaat die naar de zee uitstaart en met een beslissende blik.
Rond het standbeeld staan Amerikaanse en Cubaanse vlaggen. Deze vertegenwoordigen een dichte band tussen de twee naties en een gedeelde visie voor een betere toekomst. Nog een beetje verder in de straat vind je Domino Park. Dit park is een zeer geliefde plek voor locals en toeristen. Er komen mensen van alle leeftijd naar dit park om te genieten van de zon en om het zeer bekende domino spelletje te spelen. Dus nu gaan we naar Bayside. Dus we hebben dat hier gedaan. Dat is niet zo groot als straatje, maar het is wel heel tof. Heel die sfeer is gewoon... Ja. Wow. We gaan proberen enkele foto's misschien een keer opnieuw te doen van Miami Beach. Dus van 2001. Kijk wat als we veranderd zijn een beetje in die 22 jaar. Gelukkig maar dat jullie veranderd zijn. Het is beter nu. Ja. Hopelijk gaat de volgende 20 jaar nog beter zijn. Maar twijfel erop. Je zit op je hoogtepunt, papa. Maar wat moet ervan profiteren dan? Dat is hier. Maar ik denk dat dat nog niet bestond. Dat alleen maar dat was. Ik ga die foto hier tussen steken. Heb je dat gezien? Dus dat is de foto. En ze heeft nog altijd hetzelfde topje aan. Ja, wat je ook ziet is dat ze serieus verbrand is. Dat is haar eigen schuld eigenlijk. Hé? Hey? Ja. Oh. De menukaart vliegen op de grond. Dus daarom wilden we nog een keer naar hier komen om te zien of dat hetzelfde was. Van dat daar en met. We zijn hier in Art Deco District, zo Ocean Drive, aan Miami Beach. En dat zijn hele leuke, speciale gebouwen van de Art Deco periode. En wanneer de zon dan ondergaat, allemaal mooi met lichtjes. Dus ja, dat is wel cool. We hebben hier ook wel nog foto's gemaakt. En misschien kunnen we dezelfde vinden om een keer na te maken. En dan aan het strand zijn er verschillende... lifeguard huisjes, dus waar dat de redders op zitten. En er zijn, ik weet niet hoeveel, verschillende, allemaal in verschillende kleuren, dus dat is wel leuk. We zijn een keer vlug gaan kijken naar het strand, naar die huisjes. Dus dat is wel cool, al die kleurtjes. We gaan nu eerst nog een keer verder op Ocean Drive en dan nog een ander huisje. Misschien was dat hetgene waar dat mama 22 jaar geleden aan stond. Dus je kunt toch nog altijd verder met de auto. Het is een stukje dat je niet meer kan, dus dat is hier wel nog.
En zo herinner ik het mij nog altijd in 2001 dat dat hier heel druk was. En het is nog altijd heel druk. En al diegene, al het volk die hier wel gezien zijn, is hier. Dus er zijn hier hele mooie mensen en er zijn hier hele speciale mensen. Ik heb hier aan dat hotel hier, Colony Hotel, deze foto. En ik ga die proberen om hier te nemen. Ben ik veranderd in die 22 jaar? Ja. Mijn haar is weg. Mijn mooie wit haar was weg. Mooie witte oogjes. En je bril is veranderd. En mijn bril is veranderd. En je kleding is veranderd. Ze hadden die foto nog een keer genomen daar. Die kleine paaltjes in het wit. Dat waren net wel dezelfde. Maar helemaal op het einde van die terras staan er nu tafeltjes. Dan kunnen we daar niet foto's en geen foto's trekken. Maar ze heeft nog altijd hetzelfde. Ze heeft nu zelfs dezelfde broek aangedaan. Dus ze kan nog in alles. Goed, dat is wel leuk voor zo'n keer terug. Maar eigenlijk had ik het een klein beetje anders in mijn hoofd. Maar ja, dat is 22 jaar geleden niet. En het was pokkenheet, he. Maar pokkenheet. He. Dus, maar pokkenheet. Vandaag niet. Vandaag was het niet zo heet. Ze heeft daar fantastisch goed in gesmeerd. Ja, oh. Wij hebben dat niet, he. Kijk, perfect ijsmeer. Vroeger smeerde ze al zin, hè. Amai. Dus we denken dat we het huisje, reddershuisje gevonden hebben waar de mama stond. Dus dan gaan we kijken, maar kijk eens naar de achtergrond, kijk eens daar. Wauw. Dat is toch de sunset met die boomjes hier. We hebben dat niet, Roeselaar. Dat is niet hetzelfde. Roeselaar ook, bijvoorbeeld. Is het niet hetzelfde? Het is hetzelfde, zoek ik de juiste. Oeh, het is hetzelfde, maar nee. Ja, is het hetzelfde? Oei, maar nee. Ja, maar ja, dat is de andere rondtak. Nee, nee. Het is dat, hè. Dat is dat, hè. Of te worden is ze nu omgedraaid. Omgedraaid, dat is omgedraaid. De deur zit aan de andere kant. Ja, we hebben het eigenlijk wel door. We kunnen zo blijven zo. Er stond vorige keer ook niet op Miami Beach onderaan. Dus ze zijn gewoon vernieuwd. Het zijn gewoon allemaal nieuwe huisjes. Het is wel, ja, logisch dat een keer vernieuwd is na 22 jaar. Er zijn stormen die hier passeren en er zijn hier wel wat stormen. Zeker in de zomer. Regen en wind en de zon. Dus als we dat een keer moeten vernieuwen, dat is wel logisch. Dus we kunnen zo blijven zo. Maar je snapt wel het punt wat we geprobeerd hebben. Om dat opnieuw te doen. Er zijn dingen die echt wel hetzelfde zijn. En er zijn dingen die ongeveer hetzelfde zijn. Maar het gaat niet vandaag alleen zijn. Maak je maar vast. Voor nog zo van die belachelijke foto's. Pas op, ik ben 22 jaar, ga je ook wel lachen met jezelf. Ja, dus ja, ik terug. Ik, moet je daarvoor niet terugkomen, maar lachen met jezelf als je de foto's ziet van jezelf. Ja, terug gaan vinden. Terug gaan vinden? Ja, zo'n foto's. Kan ik dat wel zorgen dat je kinderen dat zien? Ja, dat niet aan verbranden. Ja, alles. Oké. Ja. We zijn terug in het huisje. Yes. En we hebben nog ergens gestopt om iets te drinken. Dus goed, Miami is opgeklommen in de ranking. Het stond helemaal onderaan, zoals dat ik al gezegd heb. Maar goed, het was vandaag veel beter. We hebben toffe wijken gezien. We kunnen hier een paar dagen spenderen ook in, maar we willen echt wel naar de Keys en dan de Everglades. Dus dat is voor de volgende vlog. Ciao, kus.